Jeffrey Fortes, jullie verliezen uiteindelijk met de 2-1 hier bij Vitesse. Volgens mij een resultaat waar je achteraf misschien toch nog blij mee kan zijn. Ja, met de verlies kan je nooit blij zijn. Maar achteraf gezien was het meer verdedigen voor ons. En dat wisten we van tevoren, wisten we dat al. Ook het systeem waarin we spelen. Maar ik vond eerst al dat we niet eens zoveel kansen weggaven. En zo gevaarlijk werden zij ook niet. Tot op het moment dat de scheidsrechter de penalty geeft. En dan ga je een beetje zuur de rust in. En dan kom je eruit, dan wil je vol erop gaan. En vervolgens krijgen we een paar kansen tegen. En na die 2-0 komen we nog goed terug. Maar het mocht niet baat vandaag. Hoe zie jij dat penalty moment, 1 minuut voor rust in het duel met die Olinik? Ik vond hem heel makkelijk gegeven, dat zei ik de scheids ook al. En hij was er zo zeker van. In de rust hebben Rodi Ugeen en Zeradino nog teruggekeken en die vonden het ook gewoon een swap. Want hij zocht mijn been ook echt op, slim gedaan van hem, maar ik vond dat scheidsrechter hem heel makkelijk gaf. Jij kan ook nergens heen, maar wat je zegt, hij doet het wel gewoon slim. Hij zoekt gewoon die penalty en dan krijgt hem. Ja, inderdaad. De positie waarin die scheidsrechter stond, vond ik wel dat hij het beter kon zien. En naar mijn mening was het gewoon echt opzoeken. Want Rick van Aarde zei, pak de buitenkant en hij de binnenkant. En je ziet duidelijk op de beelden zie je ook dat hij mijn been echt opzoekt. En het is jammer dat hij scheidsrechter geeft. Uiteindelijk wordt het pas laat 2-0, maar jullie slaan gelijk weer terug, 2-1. En dan denk je van, misschien valt hij nog wel. Hadden jullie dat beseft misschien ook? Ja, inderdaad. Het besef hadden we zeker. Je zag ook dat we steeds meer vooruit gingen voetballen. En zij niet meer echt door onderuit konden voetballen. Meer de lange bal. Maar jammer dat we niet tot echt een grote kans kwamen voor die 2-2. Wat vind je van het nieuwe systeem waarin jullie toch, ondanks dat de trainer er niet aan wil, verdedigende spelen dan normaal? Het is anders natuurlijk. We zijn normaal gewend om aanvallend te spelen. Maar in dit geval proberen we eerst de nul gewoon te houden en daarvan uit voetballen. We krijgen wel steeds minder kansen tegen, maar aanvallend brengen we niet zoveel. Maar het is wachten tot de eerste overwinning weer en dan kijken hoe het dan loopt. Uiteraard is Eredivisie veel en veel leuker voetballen. Ajax komt dadelijk langs, Feyenoord en alles. Maar wees heel eerlijk, vorig jaar hadden je een heel leuk jaar. Waar jullie de meest productieve ploeg in de Eredivisie en nu de minst productieve. Wat is nou eigenlijk, als je heel sec kijkt, leuker? Wat langzaam meegetrapeerd? Het is moeilijk. Het is niet moeilijk te vergelijken. Eredivisie is gewoon een niveau hoger. Het gaat veel sneller. Voetbal, er zit meer voetbal in. Vorig jaar waren wij een van de weinig voetballende teams. Dus dat was niet zo moeilijk naar mijn mening en naar mijn gevoel. En dit jaar weet je dat je met betere tegenstanders hebt. Je hebt jongens met kwaliteiten die veel beter zijn dan in de Jupiler League. Dus al met al ben ik toch blij dat ik in de Eredivisie zit. Want in de Jupiler League zou ik echt niet willen voetballen. En daar moeten wij ook gewoon voor strijden om niet daarin te komen. En jullie probleem blijft het scorend vermogen. Hè? Uiteindelijk een afstandsschot gaat er vandaag wel in. Maar scorend vermogen, dat is toch echt een beetje jullie probleem? Ja, het zit doet er niet mee. Maar ik moet wel zeggen dat we wel altijd gewoon een kans kregen. En een keer moeten ze erin gaan en ik ben ervan overtuigd dat het wel gaat gebeuren. Komende weken leuke tegenstanders, Twente, komend weekend Ajax in de Arena, daarna Feyenoord in de Kuip, ook al heel snel PSV. Kijk je daar als voetballer naar uit? Ja, als voetballer kijk ik persoonlijk naar elke wedstrijd uit, want vorig jaar heb ik heel hard gestreden om dit te behalen. En nu moet je het gewoon elke wedstrijd laten zien, ongeacht tegen wie je speelt. Punten zijn hard nodig en dat moeten we gewoon laten zien. Kan het een stunt in de Arena? Nou, alles kan, zolang we maar als team blijven vechten.